Jorbe, gefeliciteerd. Ze hebben het wel eens over een wedstrijd met twee gezichten. Dit was er volgens mij zo eentje. Kun je het verschil tussen die eerste en tweede helft proberen te verklaren, uit te leggen? Het eerste helft was moeizaam. Tempo lag te laag, slordig. Ik denk dat we de tweede helft ook wel redelijk slordig waren. Maar dan zag je toch wel dat we er meer uitkwamen. We hebben het systeem ook wel een klein beetje aangepast, wat ook wel in ons voordeel werkte. En dan zie je toch wel dat het beter begint gaan te lopen en dat je kansen begint gaan te creëren. En uiteindelijk ook nog eroverheen gaat met 3-1. Dus ik denk dat we de tweede helft gewoon goed hebben opgepakt. De eerste helft speelden we gewoon ook niet goed. Tempo was te traag, lieten ze ook in de wedstrijd komen na 20 minuten. Waardoor ze daarna ook die goal maakten. En dan moest je de tweede helft achter de feiten aanlopen. En ik denk dat we het uiteindelijk met de ploeg allemaal een goed werk hebben gedaan. Welke accenten werden er veranderd in die tweede helft? Wat was de boodschap? Ja, vooral het druk zetten met de 10 was veel beter. En dan zie je toch dat zo'n klein dingetje qua druk zetten de wedstrijd verandert. Dan zie je gewoon dat beter begint gaan te lopen, dat je rustiger aan de bal bent, dat je meer begint gaan te voetballen. En dan zie je ook dat je kansen creëert. Uiteindelijk was het niet altijd even goed. We hebben uiteindelijk de tweede helft ook niet heel goed gespeeld. Maar als er 3 punten binnen zijn, dan is het nu voor nu even goed. Ja. Het moment voor jou deze wedstrijd. De glimlach komt al. Je goal, het is je allereerste officiële goal in PSV1. Hoe is dat voor je? Ja, een opluchting. Uiteindelijk komt hij er toch in. Dus ja, echt een hele opluchting. En dan was het ook mooi om te zien dat iedereen mij kwam feliciteren. Dus ik ben er blij mee natuurlijk. Vorige wedstrijd zat hij er ook al kort bij en nu gebeurt het dan uiteindelijk. En het is gewoon heel mooi voor hem, hij verdient het ook. Hij traint goed, hij speelt goed, dus dik verdiend. Hikte jij er tegenaan tegen het maken van die goal? Ja, tuurlijk. Als aanvallende middenvelder moet je er altijd staan, moet je ook goals maken, assisten. Ik was er altijd op aan het loeren, kreeg de kansen ook wel. Het was alleen het niet juist afmaken, maar deze keer was het wel, ja. Ja, dan heb je nou ook nog de situatie dat je scoort, maar dat ze hem nog bijna van je afpakken ook. Hoe is dat voor jou om dat mee te maken, dat de scheidsrechter even moest kijken of het wel of geen buitenspel was? Zo, ik dacht weer, toch niet. Nu uiteindelijk zit er net te zitten, gaat hij offside te roepen. Nee, maar uiteindelijk ja, toch kunnen vieren, dus dat is mooi. En jouw rol bij die andere twee goals, daar kunnen we ook niet aan voorbij, hè? Je maakt hem eerst zelf, vertel dat eens, want het was een lekker doelpunt. Korte hoek, linkerbeentje. Ja, ik kreeg hem ingespeeld van Joey en ik draai open. En toen was het eigenlijk een 1-1. En ik was er langs en toen zonder na te denken schoot ik hem gewoon hard in de korte hoek. En zat er mooi in. Ja, dan ga je op weg naar je tweede en dan word je neergelegd. Jij wist meteen, dit is een strafschop. Ja, het was voor mij nog een twijfelgeval, want hij raakte de bal ook wel, maar ook mijn voet. Dus voor mij was het in het begin even twijfel, maar uiteindelijk, ja, hij raakt me wel. Dus ik denk wel dat het een penalty was. Had je ook nog een tweede kunnen maken? Wij dachten van, hoe kan die er niet in gaan? Want we gaan niet alleen maar de positieve dingen belichten natuurlijk. Ja, klopt. Ik denk dat ik de bal gewoon volledig verkeerd raak. En ja, het hoort erbij. En gewoon een kopje omhoog en verder gaan. De PSV-fans die hebben jou uitgeroepen tot man of the match. Doet dat nog iets met je? Ja, dat is altijd leuk, hè. Daar doe je het ook een beetje voor, stiekem. En het is gewoon mooi dat ik vandaag de man of the match was. Je hebt de wedstrijd bijna volgemaakt. Ik zag je op een gegeven moment het wisselgebaar maken naar de kant. Wat was er precies los? Ja, mijn kuitje begon een beetje vol te lopen. En een krampie in mijn kuitje kwam kijken. Ik voelde het gelijk en ik gaf ook gelijk aan van, het is wel genoeg geweest vandaag. Want er komen twee hele belangrijke wedstrijden aan. Hè? Heel Eindhoven snakt naar de Champions League. Hoe is dat bij jullie in de groep? Ja, wij snakken daar even hard naar. Wij proberen gewoon de Champions League in te gaan. Dus nu is het goed herstellen en op naar dinsdag. Ik kijk er als revanche naar. Natuurlijk, vorig jaar waren we er heel dichtbij. Uiteindelijk net niet. En ik denk dat iedereen de droom is om in de Champions League te spelen. Er zijn maar 2 of 3 spelers die de Champions League hebben gespeeld. Dus ja, en PSV hoort ook in de Champions League. Dus we gaan er alles aan doen natuurlijk.